terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam, zoals jullie weten, is Kilian de Gamer. En vandaag zit ik weer bij Pablo, mijn vriend. En het is nog geen dag later dat we de legendarische koningskist kunnen openen. Jullie horen het, de legendarische koningskist. Ik heb er super veel zin in. Het wordt denk ik een niet zo'n heel lange video. Want het is al avond en ik moet gaan slapen. Maar ik moet nog eventjes op de iPad. En zo hadden we op deze video. Nou, ik moet toch wel de 12 likes halen. Want het is een zieke kist. Maar kijk, jullie zien het. Legendarische koningskist. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Onder deze video. En boom! Yes! Heerlijk. 4000 coins. Ik ga voor deze koninklijke recruiten. Dan kan ik die bijna upgraden. Maar de legendarische is nog voor. Dat maakt niks uit. Skeleton. Oh, best bij Goblin. Lol. Tot nu toe gaat het eigenlijk. Ja. Niet heel goed. Oh, lekker. Gunsteling kan ik nu upgraden. Oh, yes! 3 muskus kan ik. En kijk. Yes! Nu ga ik voor wachters, maar nu is het moment aangebroken. Welke krijgen? Ik ga niet kijken. En. Oka. Visser of Electro-Wizard? Pablo, welke moet ik? Heb je al een Electro-Wizard? Nee, ik heb geen idee. Heb je de Visser? Nee. Electro. Goed. Electro-Wizard. Boom! Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat was dit een heerlijke kist. En ik moet nog 1, misschien 2 keer spelen. En dan ben ik... 10 keer. Divisie 1. En ziek, ziek, ziek. Als dat lukt, ik word zo ziek blij. Ontiegelijk blij. En het leuke is, ik moet nog alleen maar een legendarische kaart hebben. Alleen deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 legendarische. En voor de rest heb ik ze allemaal. Ja, ik ga 1 keer... Ja, laat weten als ik de legendarische... als ik de Electro-Wizard moet gebruiken of niet. Nou, ik ga nu wel met Detect spelen. Maar ik ben ontiegelijk blij met de legendarische. Ik had wel gehoopt op een betere. Maar we gaan gewoon strijden. Ja, en... Ik heb echt bijna de 4000 trofeeën. Maar we gaan spelen. Hopelijk gaan we dit winnen. Als we dit winnen, wordt superleuk. En want dan zijn we alleen aan divisie 1. Maar ik ben echt zo blij met die dinges. Hoe noemt het? Legendarische koningskist. Why? Oh, die gebruikt alleen maar die kakkaarten. Die gebruikt kakkaarten. Oh, die X-boog maakt voor mij niks uit. Want ik zet je wel op de hoofdtoren. Die verdedigt geen elite barbaren. Nee, echt waar. Kakzooi. Maar ik kom met de heilige kaart. Heilige kaart. Ja, en... Bam! Lekker. Meegerder is zo ontiegelijk sterk. Allee, is... Nou, is niet leuk tegen dinges. Ventor. Maar elite barbaan in de attack. Ja. Let het... Nee, echt waar. Eindelijk. Straks verdedigt hij dan niet. Waar is het? Oh, hoe verdedigt hij? Eén skeletje heeft het afgemaakt. Zie je de één skeletje? Hoi. Oh, hij speelt in de lat. Hey. Dat is echt een noob. Noob. Noobie. Oké, easy peasy. Laat me squeeze. Lekker. Nu gaat het goed. Als het wel lukt.
Wat ik blij. Louis. Nee, echt waar. Doe tenminste één hit. Pak zooi. Zes. En bam. En leek de bus. Ik zeg altijd leek de bus in plaats van leek de bus. Nee, kak. Kak en fijn op toren. Hij heeft echt die hekkaart voor mij. Ja, ik ga dan maar weer proberen met mijn elite kartkaarten. Dat is een kakkaart. Maar welke kaarten gebruik jij? Van 3 kronen. Oh, lekker. 3 kronen. Nee, oh. Oh, shit. Goed, miljard. Oh, lol. Je bent dan nog? Wait a second. Ik ben bijna bam. Wat ben je bijna al in Onegis? Pablo, waar ik het de vorige video over had, is bijna al in Onegis. Goed. Ja. Dus moet je de Electro-Wizard gaan gebruiken? Ja, laat het weten beneden in de comments. En misschien wel, misschien niet. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik vind ze hem eigenlijk echt heel chill. Ik vind die echt heel chill. Sorry, nee, please. Yes! Nee, kak. Kak, sorry. Inferno Toren is kak. Inferno Toren is kak. Is niet logisch. Ah, psych. Boom! Lekker! Doe nog een hit. Oh, heerlijk. Mwah. You lose. Nee, echt waar. Als het nu niet zal lukken, dan is het echt zo. Dan word ik boos. Fireball. Ja, stop maar met fireball. Nee, kakzooi. Nee, kom op. Nee. Kak. Nee. Geen gelijkspel. Oh, dat is niet leuk. Het spel is stom. Oké, ik probeer nog één laatste potje. Dat duurt ongeveer 3 minuutjes zo. Want allee, we moeten toch wel divisie 1 halen. Als het zal lukken, zou ziek leuk zijn. Staan we om 6 uur op. Om 6 uur op staan we. Maar als het gaat lukken, echt. Het gaat ook hopelijk lukken. Psych. Psych. Hallo, Juli. Oh, die twee. Die ene was. We kijken ondertussen ook soms eens naar. Die guys som. Naar Pablo. Pablo Cabral. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Oh, mwah. Minipekka vind ik echt ook wel een fijne kaart, hoor. Vind ik ook echt wel fijn. Allee, hij doet ontiegelijk veel damage. Is niet... Oh, kijk. Die gebruikt... Wat? Is de Electro is er in 1 schot dood? Wat? Oké, daar snapte ik even niks van, maar dat was een lek van het spel. Let daar maar niet op. En bam, lekker. Geef je het op. Oh, jij bent een noobie. Want je geeft het op. Nee, oké, hij geeft het eigenlijk niet op. Yes. Neem het. Lekker. Ja. Perfect. Oh, heerlijk. Yes. Ik ben happy, Kilian. 177, oh, Ripia. Oké, oh. Dit gaat hem worden. Ik voel het, dit wordt hem. Yes, kijk. Dit is de dag. De dag is aangebroken. Zeg, doe toch tenminste 1 hit. Oh. Hoef niet, want de effect maakt het af. Lekker effect op Dragon. Nu juist divisie 1. Divisie 1. Zalig. Echt.
Lekker. Hoeveel keer heb ik ervoor moeten spelen? Heel veel. Maar eindelijk divisie 1. Lekker. En dan nog tegen iemand van level 11. Daar verschiet ik wel van, hoor. We gaan nog mooi afsluiten met 3 kontjes. Altijd mooi meegenomen. En lekker. Yes. En check hoe weinig damage die ook bij mij niet. Oh, heerlijk. Plus 30. En bam. Yes. Yes. Divisie 1. Oh. Heerlijk. Welkom bij de divisies bereikt. Nieuwe divisie om badjes en seizoenbeloningen te ontgrendelen. Elk seizoen worden je trofeeën boven de 4000 gereset naar een lager aantal en kun je gloednieuwe beloningen verdienen. Oké. Okay. Yes. Oh, legendarische. Hier krijg je echt alleen maar legendarische ruiltokens. En hier is iemand van de gang. Die zit net niet in uitdager 2. Die beneden is geen prutje. Maar heerlijk potje, wat? Oh, lol. Hé, hey, wat is dit? Oh ja. Lol. Ik heb hier iets. Wat? Dit kan niet. Dit is fout. Ik heb nog nooit met de elektro-tovenaar gespeeld en hier staat dat het mijn huldig favoriete kaart is. Oké, dan is het een fout van het spel. Maar ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Het was een heerlijke video. En dan zie ik tot slot. Ik zie jullie later.